vandaag een kijkje in de kledingkast van een echte rockster. Daniel Langeveld speelt sinds 2008 al met zijn band The Medics de sterren van de hemel in alle poppodia in Nederland. Ik mag vandaag op zoek naar zijn ultieme closet confessions. Ik wil weten wat hij op het podium draagt, maar dan ook echt. En ik ben heel benieuwd of hij ook modemissers kent. We gaan het zien. Hallo. 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 Wat doe je zo open? Ja, kom binnen. Wauw. Heel vet huis. Ja. Hoe gaat het met jullie, met jou? Ja, goed. Ja? Ja, een beetje moe, maar wel goed. We zijn druk geweest de afgelopen tijd. Lekker gespeeld. Dat allemaal. Ja, we hebben een paar hele toffe shows gedaan. Ja. Eigenlijk ter voorbereiding naar het album toe, want die komt uit 3 oktober. 3 oktober. Hé, maar over muziek kunnen we uren praten, jij sowieso. Mm-hmm. Ik ben vooral benieuwd, als ik zo kijk naar je outfit, deze smashing look. Ja, goed hè? Ja, heel goed. Ben ik heel erg benieuwd naar de rest van je fashion sense. Deze kant op. Heb je ook dingen hier tussen hangen of hier liggen waarvan je denkt, dit ziet er niet uit, maar ik doe het nooit meer weg? Kom ik toch op de afdeling band shirts. Allerlei band shirts of specifieke? Deze in het bijzonder, deze heb ik echt helemaal kapot gedragen. Hoe lang heb je dit al? Ik denk een jaar of 10 of zo. 10 jaar al? Ja. En heb je ook van die momenten dat je even rustig wilt zijn? Ja. En wilt chillen? Ja. En dan is het heel leuk als je dat bijvoorbeeld met een grote liefde kan doen. Mm-hmm. Ik weet niet of je die al hebt. Mm-hmm. Zou leuk zijn. Wat als je haar mee zou nemen naar Parijs? Alright. Voor echt 24 uur, dus je mag je 24 uur lang niet omkleden. Wat trek je dan aan? Poeh. Oh lord. Dit is de beste. Je hebt 24 uur. Van alle dingen die daar heb je dit gekozen. Het wordt koud, het houdt je lekker warm. Oh god, ik moet wel zeggen dat ik nog wel een beetje eraan moet wennen. Dit heeft nog nooit iemand zo voor me gedaan. Nee? Nee. Het is natuurlijk nu heel makkelijk voor mij om echt een beetje een normale outfit uit te kiezen. Aangezien hij is gegaan voor een wetsuit. Oké, ik ga dit proberen. Deze allemaal bij elkaar. Heel erg een Swedish vibe. Dat is wel goed. Ja, toch? Dat is goed. Maar je wacht, je hebt heel tactisch. Ja. Ja, ik kan ook. Ik wil hem natuurlijk wel open zien. Bam! Oké, ik ben heel erg benieuwd wat de kijker gaat zeggen. Want jij mag uiteindelijk bepalen in welke outfit Daniel naar de ultieme date in Parijs moet. 24 uur lang, dus alles moet erin zitten. Het kan deze look zijn. Ik heb hem wat simpeler gedaan. Of het kan zijn eigen look zijn, de sexy wet look. We gaan het zien. Laat het ons weten via hashtag DailyNoise.